Heeft er trouwens ooit al iemand in Plopsaland of in een ander pretpark zo in een pak moeten kruipen? Ik heb dat ooit één keer gedaan. Als ik al een tip mag geven, niet doen. Was op de boekenbeurs. Ik moest het pak aandoen van Beertje Paddington. En ja, dat was verschrikkelijk. Hè? Beertje Paddington was al zo'n mega zwaar berenpak. En dan vooral een super groot hoofd op. Hè? Dus als je zo'n figuur ziet, ja, die hebben altijd een heel brede glimlach. Maar die glimlach is eigenlijk, dat is waar dat je ogen zitten. Daardoor kijk je. Maar die kop is super zwaar. Dus de helft van de tijd ben je al aan het wankelen. Je ziet ook niet echt waar je loopt. Want je kijkt eigenlijk bijna de hele tijd naar boven. Hè, er is ook altijd iemand, je ziet ook vaak bij die figuur iemand die leidt. Ja, dat is omdat die anders gewoon ergens tegen zouden lopen. Dus je weet eigenlijk de helft van de tijd niet wat je aan het doen bent. En ik was aan Beertje Paddington, ik op de boekenbeurs, ik moest naar de kindjes gaan, ik had een zak bij met koekjes, ik mocht die koekjes geven, jee. Alleen, ik kon de kindjes al amper zien, dus ik liep er half blind rond, want ik had niemand om mij te begeleiden. En op een bepaald moment voelde ik ook dat ineens, ik voelde zo gekriebel aan mijn zak met koekjes. En ja, wat bleek, de kindjes waren gewoon die koekjes eruit aan het stelen, omdat ik kon het toch niet zien. En ik had het warm en ik kon niks zien, dus ik werd boos en ik kwam met die zak zo rond mij te zwaaien naar die kindjes. Dat was meteen ook de laatste dag dat ik Beertje Paddington mocht spelen, want Beertje Paddington slaat blijkbaar geen kindjes.